Zo, even wat hervors kijken. We lopen hier twee kalfjes. Tankings Janus en een, daar links is Mini. Daar is daar nog een koe. Janus is wel een mooi kalf, mooi donker gekleurd. Ja, lekker het kontje eraan. Want dan gaat het dan uiteindelijk toch om. En Janus vindt het volgens mij helemaal prima hier zo in de wijk. Ik draai even naar rechts. Even kijken. Ja. Hier zijn er ook nog een aantal. Oeh, daar liggen nog drie. We hebben een gat gevonden. Of gegraven. Waar ze gewoon lekker in kunnen liggen. Dit is Tankings Poseidon. Hoeveel Tankings nieuwe trots. In, nou, eigenlijk helemaal geen bange tijden. Misschien wel een beetje grote naam. Gewoon nog een heel klein kalf. Maar ik verwacht dat het een topstier wordt. Nog zo'n muiter. Die rekt zich daar wat uit. Mams komt even kijken. Toch tijd voor de dagelijkse wasbeurt. Het is rond een uur of 6 s'avonds. Dus tijd voor de kinderschaar. Om zich wat te wassen. En dan zo dadelijk het laatste rondje door de wijk crossen. Even wat drinken. En dan slapen. Ook deze kalveren, er liggen er daar volgens mij 4 en hiervoor nog 1 of 5. Eigenlijk toch wel weer het toppunt van Hereford koeien, kalveren. We nemen gewoon alle rust en alle tijd. Doen het vooral heel erg rustig aan. Ga je vooral niet druk maken om allerlei zaken. Al zit daar iemand met een camera wat te flitsen en wat te doen. Maakt allemaal niet uit, we slapen gewoon rustig verder en we gaan gewoon lekker onze eigen gang. Typisch Hereford, toch eigenlijk wel het karakter van koeien wat mij het meest aanspreekt. Rust en gewoon lekker als boer zijnde je ding kunnen doen met je dieren zonder gejaag en gestress en gedoe. En daar schiet natuurlijk helemaal niks mee op.